Sinds ik hier woon en in alle rust lekker kan schrijven, geniet ik van de natuur, van de zon, de zee, de palmen, maar ook van de mensen die hier wonen. En nu ben ik uitgenodigd door Nostalgienet om terug te kijken op uitzendingen die we in de afgelopen 25 jaar hebben gemaakt op de Antillen. En daar geniet ik enorm van. En ik hoop dat jullie met evenveel genoegen zult meekijken naar al die prachtige fragmenten in het nieuwe programma Velderhof over zee. Bon dia. Mijn krantje halen. Kijk maar, kijk. Kijk eens. Schuim er helemaal op. En dit is het geheim van haar. Heerlijk. Dank je wel. Nou, dames. Dat ziet er mooi uit. Dankjewel. Ik heb Ria heb ik lekker de oortjes lekker bijgeknipt, een beetje opgeknipt. En ja, eigenlijk de zijkantjes. Een beetje opknippen aan de nek. Ik vind het gevoel aan mijn hoofd al prettig. En die lok die krijg ik niet meer, denk ik, hè, die mevrouw heeft. Nou, ik kan er wat herkstensjes in zetten, maar ja, herkstens moeten altijd wel een beetje wat langer zijn dan dat het nu is, Rick. Dus, ja? Ja. En dan maak je extra haar. Ja, maak extra haar. Spannend, hè? Nou, ik kom hier heel graag, moet ik je zeggen. Ik word goed verzorgd, ze hebben heerlijke koffie. Maar het zijn zulke leuke meiden en we hebben altijd heel veel plezier. Ja, dat is oké. Waar hebben we trek in? Tomatos? Hm? 10. 10. Oh. Eilandbewoners zijn vaak markante, eigenzinnige mensen die het liefst hun eigen leven leiden. Een van die mensen was de beroemde fotograaf Anton Veldkamp, die na zijn pensionering naar Bonaire kwam. En een van de plekken waar hij het liefst kwam was deze vervallen vissershut. Met uitsluitend gezelschap van de zee en de wind. Op het eiland Bonaire noemen ze hem de Hollandse Indiaan. Een man die sterk verbonden is met de natuur en het liefst een zo simpel mogelijk leven leidt. Dit in tegenstelling tot zijn verleden. Anton Veldkamp was topfotograaf en reportageschrijver. Hij zwierf de hele wereld over en ontmoette koningen en presidenten, maar ook gangsters en filmsterren. Hij was oorlogsverslaggever in Vietnam en Cambodja en meerdere malen ontsnapte hij aan de dood. Anton Veldkamp is een geboren avonturier. Je bent er wel bedreven in, hè? Ja, dat leer je wel. Ik voel me hier lekker. Ik ga 's morgens hier ontbijten, boterhammetje, spekkie. En 's middags ga ik zwemmen en 's avonds ga ik de hengel uit. En dan vang ik hier een visje en neem wat rijst mee. Maak een vuurtje. Mm. Nou, als je het... Je hebt een beetje zout, een beetje olie nodig. Dus voor 5-6 gulden per dag kun je eigenlijk leven. Ja. Als je zo zou willen leven helemaal. Heb je hier ook permanent gewoond of is het zo af en toe? Ik heb permanent gewoond hier. En nu kom je zo af en toe terug? Ja, nu kom ik steeds terug, ja. Het is wel een mooi plekje. Een prachtige plek. Maar wat heb je meer nodig? Dat is toch de mooiste doorzonwoning? Ja. Want ik word altijd zo moe van die teksten hebben te maken, laten we een doorzonwoning. Nou, dit is een doorzonwoning. Dus dat is toch een doorzonwoning. Het kost enkel niks. Ja, een boterhammetje. Ja, zo hartstikke lekker. Dat is genoeg. Dat is er wel. Mijn handen branden. Ja. Nee, joh.
haal die melk erbij en klaar is Kees. Ja. Hoe simpeler, hoe rijker vind ik. Lees hier mijn boeken. Schrijf hier soms mijn verhalen. Ik mijn schrijfmachine mee, jongen. Het moet niet zo'n ding. Zo'n pc. Zeker lekker te klooien. Ik heb weinig nodig. Ik heb, en plotseling komt toch dat mooie mensen hier voorbij lopen. Ja, en dan valt ze in de fuik natuurlijk. Dan loopt ze in het net. Ze loopt in het net en dan gaat het gebeuren. Dan kan niet anders. Als ze echt is, dan kom ik het tegen hier. En dan ben je weer helemaal gelukkig. Dan ben ik weer opnieuw. Dan gaat het leven weer opnieuw beginnen. Dus, en dat gebeurt, dat weet ik, dat voel ik. Nou, dit is het dus over van de vissershut van Anton Veldkamp. De plek blijft prachtig. En een van de mooiste plekken van Bonaire is misschien wel Sorbonne, waar Willem van Dijk de scepter zwaait over Jibe City. Een van de meest markante buitenhuizen van Bonaire. Is dit een plek waar speciaal jongeren naartoe komen? Of kun je met je 60-plus kaart hier ook nog aan de slag? Wij zeggen altijd, Jibe is van en voor iedereen. Dat is van jong tot oud komt hier. Van Nederlanders, Amerikanen, jong om te surfen, oud om te surfen. Eigenlijk iedereen is welkom en voelen zich hier snel op hun eigen op de gemak. Ik denk dat heel belangrijk is. Maar als je niet surft, kun je hier natuurlijk ook heerlijk een broodje eten? Of een, ja, mensen vinden het heerlijk om hier lekker ongedwongen te zitten, om wat te eten, te drinken of lekker te chillen. En daarnaast op het water te kijken naar hoe de sport beoefend wordt door de professionals en de amateurs. En ja. Iedereen die dat graag doet. Hoe bent u hier terecht gekomen? We zijn hier 11 jaar geleden op vakantie gekomen. Dan is het eiland het pakje of het pakje niet. Ja, en het dan, is ja, dan ben je uiteindelijk verkocht. En dan ga je eens kijken wat brengt je de kwaliteit van het leven. En, nou ja, dan is de keuze snel gemaakt uiteindelijk. Op het terras van Cuba Compagnie, een gezellig restaurant in Kralendijk, ontmoeten we Vladimir. Een jonge man die met zijn robuuste Rasta-kapsel een indrukwekkend statement maakt. Hiervoor ging ik het vlechten en zo en dan haren afbreken en zo. Toen op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, genoeg met vlechten. En dan nu neem ik dreadlocks. Dat lijkt mij iets meer gezond, denk ik. Vinden de vrouwen dit ook heel mooi? Ja, geweldig. Mm-hmm. Ja, uitstekend moet ik zeggen hoor. Want bijna altijd dat ze dat zien, dan willen ze foto's maken, ze vinden het mooi en dat soort dingen. En je werkt bij Cuba, een heel bekend Grand Café moeten we zeggen. En er wordt veel gedanst. Dans je dan mee of moet je je beperken tot het rondgaan met wijn en champagne? Nou ja, ik wil zo graag dansen op dat moment, maar ja. Weet je, het moet toch, ik moet toch werken, dus het wordt moeilijk. Ik zou wel kunnen dansen, maar ik denk, het gaat meer in mijn hart dansen in plaats dat ik zelf op het podium of de dansvloer ga staan. Blijheid, weet je, op dat moment en al die energie erin stoppen en zo, dat geeft een mooie uitstraling, moet ik zeggen. Dat geeft de anderen ook zin om te dansen. Kijk, als je op Bonaire bent, dan kun je niet buiten een bezoek aan Aletta, de geitenhoedster. Die bekend is geworden door het televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Hoi Rick. Hallo Aletta. Hallo. Hoi. Hoe is het? Heel goed. Watapana Divi Divi. Wat betekent Watapana? Divi Divi begrijp ik wel. Hetzelfde. Watapana is de Papiamentu naam voor Divi Divi.
Ik heb meerdere bordjes hier hangen. Ik heb daar ook eentje hangen met de rode zadenboom. En in Papiamento heet die de Palo di Siacora. En deze heet Watapana. En wij kennen eigenlijk alleen maar de Divi Divi, maar het is gewoon de vertaling. Ja. Hij staat niet echt in bloei, hè? Nee, hij is helaas dood. Dat is erg jammer. Ja. En Divi Divi staat bekend omdat hij met de wind meegroeit. Ja, normaal Divi Divi die staat inderdaad in de wind. En de wind komt deze, van deze kant. Ja, maar hij is een beetje recalcitrant. Ja. Deze is niet met de wind meegegroeid. Nee, tegen de wind in. Net als de boerin. Dat wou je zeggen, hè? Ja. Beetje tegen draad. En hebben al die geiten ook een naam? Sommigen hebben een naam, niet allemaal. Nee. Sommigen hebben een naam, ja. Als we iets speciaals, met ze mee hebben gemaakt of... als ze sowieso speciaal zijn, zijn allemaal speciaal, maar ik ben wel minder namen gaan geven, omdat het steeds meer geiten worden. Hoeveel geiten zijn er nu? Ik heb er nu zo'n 60 ongeveer, maar ik melk er maar de helft ongeveer. De andere helft komt voor de volgende keer, dus de volgende ronde. En er is er ook één aan de fles, zie ik. We gaan haar melken. Zij heeft een misworp gehad. Nee, zij krijgt niet de fles. Of ze krijgt niet de fles? Nee, we gaan haar melken en zij heeft nog een klein beetje vieste melk. Dat doen we dan in het flesje en er is een weesje, een wees, en die krijgt dan de fles. Je bent wel heel bekend geworden in Nederland, hè? Ja. Oh, dat is de buurman. Dat is de buurman. Door boer zoekt vrouw. Ja. Is het tegengevallen, al die belangstelling? Want je woont hier natuurlijk heel rustig en... Ja, in het begin wilde ik niks delen van wat ik hier al had. En ik wilde het allemaal voor mezelf houden. En ik wilde niet alleen maar eentje op de hutje op de hei. Maar ik vind het toch ook wel leuk om het met mensen te delen wat ik hier aan het doen ben. Probeer ik ze ook nog wat bij te brengen. Hmm. Niet alleen de namen van de bomen, maar nog een paar meer dingen. Over recycling en zo. En hartstikke leuk dat mensen hierop afkomen en ik geef een toertje in de ochtend en dan kan ik een beetje vertellen over wat er allemaal is. Waarom wilde je zo graag alleen in een hutje op de hei zitten? Ja, ik kan me dat voorstellen als je 94 bent, maar als je een jonge vrouw bent. Nou, dat leek me gewoon het fijnste. Ja? Ja. En ik ben nog steeds graag alleen. Nou, dat vind ik een compliment. Dat, als je het met jezelf goed kunt vinden, dan... Ik denk in Nederland hebben mensen heel veel afleiding nodig. En op allerlei vlakken, weet je. Dus gewoon televisie, krant, veel mensen om zich heen, veel feestjes. En hier, als je hier op Bonaire kan wonen, nou, daar weet je denk ik ook alles van. Dan valt heel veel afleiding weg en ik vind dat wel fijn. Dus, Je voelt je ook Bonaireaan? Ja, ik voel me meer Bonaireaan dan dat ik me ooit Nederlander heb gevoeld, eigenlijk, ja. En de boer is niet gebleven? Nee. Zei ze met een grote lach. Eindelijk weer lekker alleen. Ja. Nou ja, het moet klikken toch? Maar, ja, tuurlijk. Ja. Dan maar een geit of een bok. Dit is het laatste eitje. Dan kun je lekker omelet van maken, hun cyclus, hè? Maar ik wil geen dingen zeggen die niet waar zijn. Maar zover als ik weet is dit dan het laatste eitje van de cyclus. En dan stoppen ze voor een bepaalde periode met leggen en dan gaan ze weer. En dan beginnen ze weer. Maar beginnen ze dan ook met een klein eitje? Het is een paaseitje. Nee. Zit je me nou in de maat? Nee. Het is een paaseitje. Jawel. Sorry. Zit er iemand in? De kleurrijke Norca Aurora
valt op Bonaire niet te ontlopen. Ze vliegt op haar bezemsteel over de cactusvelden en scheert op de meest onverwachte momenten een gesprek binnen. Dit zijn zonnebloemzaadjes en zonnebloemzaadjes zijn heel goed voor de mannen. Ze moeten het echt veel eten. Zonnebloemzaadjes zijn goed voor de prostaat. Dus als je elke dag in je maaltijd kan hebben, Rick, ja, dan weet je zeker dat je een gezonde man wordt. Dan ga ik recht op het graf blijft. In. Ja. Eten niet doen, niet weggooien. De wind heeft geen prostaat, jij moet het eten. Er was een hele beroemde man op Curaçao, heet Fico Co, had een heel klein luikje waar hij koffie verkocht. Die man had een bulderende lach en had een, hij was ook filosoof en alle politici kwamen bij hem om advies te vragen. En hij was ook expert op het gebied van vrouwen. En hij zei... Je hebt geen zwarte peper. Ga jij dwars door mijn verhaal heen, Norke? Ik bedoel, ik kom nu bij de clue. En hij was ook, kan dwars zitten. Ja, hij was ook expert op het gebied van hoe je met vrouwen moest omgaan. En hij zei, de ogen willen ook wat. Hij zei, de eerste kus die je geeft, geef je met je ogen. Je kijkt een vrouw aan op een bepaalde manier. En ze weet, ik ben gekust. Is dat mooi? Prachtig. Geweldig. Dat heb ik nooit gehoord. En waarom kussen ze in de movies en in de soap opera's met gesloten ogen dan? Oké, goed, 1-0. Kun je iets zeggen over de geschiedenis van het hotel? Divi is het oudste hotel van Bonaire. Voor het eerst geopend na de oorlog. En langzamerhand is dat geworden wat het is vandaag. 129 kamers, 2 restaurants, bar, vergaderaccommodaties, een gym, 2 zwembaden. Cool. Ja. En de zee natuurlijk. En de zee, ja, het grootste zwembad hebben we voor de deur inderdaad. We hebben 150 man in dienst, waarvan 95% daarvan Bonaireaan zijn. En dat is opmerkelijk voor het eiland. Op andere resorts zie je toch dat heel veel Nederlands personeel is. Ja, ik vind toch dat we behouden het Caribisch sfeer door lokale mensen in dienst te hebben. En het is ook hun hotel. Ik ben hier te gast. Een bijzondere gast die ik hier op dit kleine eiland heb mogen ontmoeten was mevrouw Cecile Dreesman van de Dreesman Dynasty, de warenhuizenketen. Mevrouw Dreesman was opgevoed in een heel strak regime, moest zich altijd houden aan goede manieren, de beste mantelpakjes, de goede woorden zeggen, knikken naar de juiste mensen. En zij vond het vreselijk om in zo'n harnas opgevoed te worden. Daarom was ze heel blij dat ze hier haar eigen hut kon bouwen. Een hut van planken en van oude troep. Maar in die hut voelde zij zich helemaal vrij. Vrij van de normen en waarden uit Nederland. Vrij op klein Bonaire. Zo, komt u binnen. De ingang van mijn nog te worden paleisje. Het is nog een beetje primitief. Buitenverblijf. Maar u verwacht niet anders op Bonaire. Welkom. Dit is de droom van Dreesman? Een droom. Een droom. Een van de vele. En ik hoef hier niks, hè. Je hoeft hier niet naar cocktailpartijen of naar diners. Je wil maar niks te doen. Ons huis stort in. Onze hut. Dat komt ervan als je zo'n luxe huis hebt. Ja. Ik zorg dat het goed komt. Dit vinden we eigenlijk heel leuk, hè. In zo'n hut. Helemaal primitief. Buiten te zwemmen, te lopen, een beetje te gezellig drankje. Ik vind het heerlijk, ja. Ja. Maar dat komt ook omdat je zo vreselijk vaak op deftig gemoeten hebt. Hè? Altijd is mooie kleren aan en altijd je gezicht wordt opgemaakt. En altijd bij de kapper vandaan en altijd de juiste kleur schoenen bij de juiste kleren. En altijd precies het goede zeggen tegen de goede persoon. En nooit vergeten wie hoe heette en alle hoffelijkheid. En die hele tramland. En zelf uiteindelijk dan na verloop van tijd ook mevrouw Dreesman spelen. Hè? Want dat doe je dan toch, dat moet je toch van tijd tot tijd. En dan is dit verrukkelijk, want ik hoef je helemaal niets.
En hier hoefde ze helemaal niet mevrouw Dreesman te spelen, want hier kon ze zo vrij zijn als ze zichzelf wilde kleden of gedragen. Ze had één groot voorbeeld, dat was haar grootvader, en die zei altijd: als het moeilijk is, Cécile, dan moet je stilstaan en ademhalen. Want het gaat om de ademhaling. De ademhaling bepaalt mede hoe jij je voelt en hoe je overkomt. Dan wandelde hij met je en dan had hij zo'n goudse pijp had hij, en met zijn stok. En dan zei hij tegen me: stilstaan. Stilstaan. Ik stond stil. Dan moet je zo ademhalen. Moet je heel diep in ademhalen en dan even je adem inhouden. En het dan heel langzaam weer uit laten glijden. Denk eraan, vergeet het je leven lang niet. Dat is de manier als je momenten hebt van dat je te veel onder spanning staat. Of dat je driftig wordt. Of dat je wat verkeerds wil gaan doen. Doe dat eerst. En kijk dan wat er gebeurt. Zulke soort dingen leerde mijn grootvader mij. Dat is onvergetelijk. Heeft u vaak moeten ademhalen? Op heel die manier? Veel. Ja? Heel veel. Meer dan mijn portie, denk ik wel eens. Ja. Ja. Maar dat ligt ook aan mij natuurlijk. Je trekt het zelf ook aan. Hè? Je bent niet een willoos slachtoffer in het leven. Je bent daar zelf wel degelijk bij betrokken. Het ging dus bij de familie Dreesman om een goede opvoeding en om de juiste manieren. Dat doet me denken aan iemand die we ook te gast hebben in de stoel en die heel veel weet over etiketten. Dat is jonkvrouw Agnes Pauw van Wieldrecht. Intimiteit, waar nu zoveel over gepraat wordt, vonden wij fijn. Vond u fijn? Vonden we allemaal fijn, tuurlijk. Ja, waarover op toch intimiteit op het werk, weet u wel? Wat ongewenste intimiteit heet. En u vond dat gewenst? Ik vond het zeer gewenst, vond dat heerlijk, tuurlijk. Iemand die je hand over je schouder legt en zo, en dat is even zo. Tuurlijk, dat is heerlijk. En daar word je nu voor gestraft, hè? En daar wordt men nu voor gestraft. Ja. Van, nee, dat werd heel prettig gevonden, natuurlijk. Iemand zei, mijn laatste vriendin van mijn laatste, ik heb het altijd heerlijk gevonden om een lustobject te zijn. Ja. Ja, ik was het helemaal met haar eens. Het is ruim 10 jaar geleden dat ik hier in dezelfde boot met dezelfde charmante kapitein, Ellie, samen met Henny Huisman de mangrovenstruiken invoer. Bijna geruisloos. En toch ging het niet helemaal goed. Nou, dit is Rick, dit is Ellie. En Ellie is zeg maar een en al natuur. Hier, kijk maar goed. En dan moet je hierin, want het is namelijk een fla... Pardon? Een fluisterboot. Ik moet het even hierheen halen, Henning. Nou, ik ben al blij ik zit, zeg. Het is een fluisterboot, dus dan kun je gewoon gesprekken in de mangroven. En de mangroven zijn de longen en de broedkamer van het eiland. Hoor je nou al wat? Niks. En de motor is al gestart. Zo'n geruisloze vrouw wil ik ook wel. Ja, je hebt wel een beetje altijd van die lawaaiige types, hè? Mm-hmm. Ja. Het mooiste zijn als ze gewoon een waffel houden. De juiste momenten. Ja. Oh, de bril is ook weer niet helemaal in orde voor de expeditie. Door de mangrove is dit de bedoeling? Kijk, hij is een tafke zo. Want er zit hier... Ik verwacht een waarschuwing wel iets vroeger. Ja. Dit is rode mangrove bomen die je ziet. Dat is de enige soort die... op wanneer in het water staat. Hij maakt zijn eigen zoete water door middel van die luchtwortelen die je ziet. Oké. Het is... Wat moet je met dit soort jongetjes? Gestoken door een rode... mangrove. Het is een waterzuiveringssysteem, hè? Gewoon serieus. Ja. Ja. Reverse osmosis. Ah, reverse osmosis. Osmosis. En dit is de enige fluisterboot waarin geluld wordt. Moet je de vissen zien gaan? Kijk hier. We zagen net naaldvissen en we zagen harders. Harders, zag wel. Heb jij wat met ecosystemen? Over het algemeen niet. Sorry. Maar met mijn putje.
Misschien is mijn puntje verstopt is. Sinds mijn Pietman puntje verstopt is. Mevrouw Puntje. Ja, mevrouw. Nee, ik ben mevrouw Puntje niet. Nee, maar... Dat is al ruim 10 jaar geleden. En nog steeds ben je hier. Ja, klopt. Ik ben hier nog steeds. Het is voor mij geen andere plek. Dit is mijn plek, mijn eiland. Dit is eigenlijk je voortuin, hè? Want je woont hier vlak achter in een huis. Ja, klopt. Midden in het natuurgebied. Leg je de mensen ook uit wat ze te zien hebben? Of is het van dit is de mangrove en zoek het verder maar uit? Nou nee, dit hele gebied is beschermd. Dus mensen mogen alleen maar met gids het gebied in. En het is dan ook mangrove infocentrum. Want we beginnen eerst met een heel uitgebreid verhaal van de belangrijkheid van dit gebied. Van mangrove bomen. En ja, dus de nadruk wordt heel erg gelegd op natuurbehoud. Waarom zijn mangrove bomen zo belangrijk? Een van de belangrijkste functies voor Bonaire is dat dit de broedkamer is. Zo'n beetje alle vissen. Nou ja, Bonaire als belangrijke duikbestemming. Is het toch wel heel belangrijk van dat je broedkamer goed beschermd is. Als ze mij vragen, wat is er zo bijzonder? Het is toch de hele atmosfeer die je pakt. En er is stilte een onderdeel van? Absoluut. Rust. Geen verkeer, geen auto's. Dus natuur. Ik wil zoiets zeggen van de energie dat we hier hebben en voelen. Misschien omdat je gewend bent en elke dag hier bent, de hele dag hier bent. Dan is het voor jou een deel van je spirit, van je leven, van je moment. Maar als je misschien een beetje verdrietig bent, een beetje depressief bent en je neemt een boot en je vaart hierin, kom je weer helemaal bij. En als je terug bent, ben je helemaal vol en weg van die depressie en weg van die sadness, hoe zeg je, bedroefdheid. Ja. Dus dan zie je het wel, dat werkt. Het is voor jou een therapie. Het is voor mij nu een therapie, het is voor ons allemaal een therapie. We zitten hier te genieten van een geweldige uitzicht. Ja, we hebben geen mensen die om ons heen aan het schreeuwen, het gillen, aan het vechten. Nee, we zitten echt hier in de beste plaats van Bonaire nu. Dit was het weer voor vandaag. Volgende week gaan we naar Curaçao. Met nieuwe ontmoetingen en boeiende terugblikken. Tot dan.